President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren de nieuwe leden van de staatsraad beëdigd. De nieuwe raad bestaat uit Erbila Ramlagang Singh, Satyavati Thakur, Malti Sarju, Natalie Ahmad Mohamed, Roseli Cotino, Amsat Abdul, Caroline Heilbron, Marinus Kambil, Rinette Sampei Suntik, Hesdipik Ghot, Justine Ediwaard, Paul Torilal, Wilgo Belkendijk, Roy Haverkamp en Sonny Chotkan. De president deed een beroep op de integriteit van alle leden. Met de nieuwe zittingsperiode van de staatsraad zal de staatsraad ook opnieuw worden bemest op basis van een representatieve vertegenwoordiging van de politieke organisaties, de werknemers en werkgevers. De nieuwe bemensing vindt plaats op basis van de voordrachten die we hebben ontvangen vanuit de in de Nationale Assemblee vertegenwoordigde politieke organisaties, vanuit de vakbonden en vanuit de organisaties van de ondernemers. Allereerst is het goed vast te stellen dat alle fracties in de Nationale Assemblee tenminste één zetel in de staatsraad toebedeeld hebben gekregen. De overige zetels zijn verdeeld op basis van een evenwichtige verdeling gebaseerd op de grootte van de fracties. Daarnaast zijn wij vanzelfsprekend ingenomen met een goede vertegenwoordiging namens de vakbonden door de Progressieve Werknemersorganisatie en de Organisatie van Samenwerkende Autonome Vakbonden en namens het bedrijfsleven door de Vereniging Suriname Bedrijfsleven. We spraken met de nieuwe staatsraadsleden Amsat Abdul en Hesdi Pichot. Ex-vicepresident Ramdin Sarju is heel trots op zijn dochter Malti, die ook is beëdigd. Ja, ik denk wel dat ik voorbereid ben. Ik denk dat ik als voormalig lid van de Nationale Assemblee altijd werk heb verricht in het natraject. Maar zoals we weten, verricht staatsraad een heel belangrijke rol in dat voortraject voor de voorbereiding van wetgevingsproducten. En ik denk dat ik toch nog een beetje voorbereid ben, omdat je toch nog wat ervaring hebt die je meeneemt naar de nieuwe uitdaging die daar voor je staat. Wat we hebben begrepen, dat het erg moeilijk is wat de financiën betreft. De regering heeft een paar voorbereidingswetten. We kijken er naar uit. Wat ik zeg, kijk uit naar de mensen. Dat de mensen niet te zwaar getroffen worden. Vooral de arme mensen, de gezinnen die het nodig hebben. Ik zie dat de regering bezig is met de pakketten. Ik lees vandaag dat de bustarieven verhoogd worden. Ik hoop dat daar ook naar gekeken wordt. Want als je een gezin van 4, 5 kinderen hebt die dagelijks met de bus moet, dan ben je toch wel wat kwijt. Ik heb heel grote verwachtingen en ik heb de overtuiging dat ze in elk geval haar best gaat doen. Ze is met de paplepel in de politiek gegroeid. Wijze van staan, wijze van praten, de woordkeuze, de houding naar meerdere, naar superieuren in de samenleving, op plaats innemen, zich inzetten waar, hoe. Dat zijn allemaal zaken waar ze dus in de loop van de afgelopen jaren dat heeft meegemaakt. Allemaal motieven voor mij om aan te nemen dat zij alle voorwaarden heeft om zich waar te maken. Tot zover ex-vicepresident Ramdin Sarju gisteren na de beëdiging van de leden van de staatsraad. Zijn dochter Malti Sarju is ook toegelaten tot de raad.